deboodschap.today. 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof al in werking getreden. Werkende vrouwen maken sinds 18 juni 2019 recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voorlopig is er nog geen sprake van doorbetaald verlof. Vergoeding van het verlof zal pas een feit zijn als het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel zal zijn. Deze informatie wordt verstrekt door de jurist Mina Kanhai-Ramai en arbeidsvoorlichter Imro Smit in de nieuwe aflevering van Wroko Aversie. Volgens Kanhai-Ramai dient de zwangere werknemster uiterlijk aan het eind van 20 weken van haar zwangerschap de werkgever schriftelijk te melden op welke wijze zij haar zwangerschaps- of bevallingsverlof wenst op te nemen. Echter heeft de werknemster het recht om tot uiterlijk 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling de wijze waarop ze het verlof wenst op te nemen te wijzigen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.com. www.deboodschap.today.